grens dicht voor vlees uit België, staat hier in de krant. Nou, we zijn in Ottersum op het bedrijf van Theo en Corrie Peters-Weem, varkensboer. Als je dit zo leest, dan zou je zeggen, hiepiep hoera, dan komen wij varkensboeren weer aan de beurt. Maar jullie zijn op een heel andere manier aan de beurt, want het rommelt een beetje in de varkenssector en dan druk ik me voorzichtig uit, of niet? Mm-hmm. Ja, dus, er wordt strak beleid gevoerd op dit moment. En wat houdt het strakke beleid precies in? Nou, de minister die wil dat we in 2003 dat iedere varkens, maar ook kippen- en koeienboeren, dus iedereen die vee heeft, dat die contracten met akkerbouwers afsluit. Ja. Voor het aantal kilo's fosfaten wij produceren, rechtstreeks een contract sluit met een akkerbouwer, waar we dus die fosfaat op de grond brengen. Ja. En dan denk ik dat de ruim de helft van de veebezetting in Nederland verdwijnt. Want meer grond is er niet. Want wat je eigenlijk bedoelt is dat jouw hoeveelheid mest, ja, die jij produceert door de varkens, aangepast moet zijn aan wat je kwijt kunt bij een boer. Ja. Kan dat niet? Dan geen varkens meer. Dan heb je geen varkens meer. Maar de stallen leeg gelegd. Jezus, Mina. Dus dan heb je het dus over het einde van je bedrijf? Ja, waarschijnlijk. In ieder geval voor vele bedrijven wel, ja. Ja, ja. Hoe groot is jouw bedrijf? Is het klein, middelgroot, groot? Ja, middelgroot, denk ik. Middelgroot. Hier zitten op dit bedrijf 450 zeugen, ja, met gemiddeld 1000 biggen, kleine biggen. Ja. Dan zitten er nog ongeveer 1200 biggen die dus van de zeugen af zijn, mm-hmm, en totdat ze naar de mesterij gaan. En op de mesterij zitten 2500 vleesvarkens, ja, dus in totaal ongeveer rond de 5000 varkens. Dan is het dus zo dat jij een beetje klem zit, want de prijzen staan onder druk, ook nog. Ja. Wat is de gemiddelde prijs? Wat stel ik me daarbij voor? De gemiddelde prijs is de laatste paar maanden 2,25 gulden ongeveer. En dat bereken je per kilo? Ja, per geslacht kilo. En wat heb je nodig om überhaupt kiet te draaien? Nou, zoals dus de voorlichtingdienst DLV berekent, zou er ongeveer een 3,24 gulden moeten liggen. De kritische kostprijs. Dat is de kritische kostprijs? Ja. 3,24 gulden. En jij krijgt nu 2 gulden... 2,25 gulden, 2,40 gulden. Dus dat scheelt bijna een gulden. En in het begin van het jaar had je nog een gulden per kilo lager gelegen in 3-4 maanden. Maar goed, dan ga je toch theoretisch failliet? Dan kun je toch niet overleven? Als die prijzen niet veranderen en we krijgen deze regels over ons heen, dan gaan we ook failliet. Kunnen we de mest naar Duitsland rijden? Dat is hier 350 meter vandaan. Dat zou een heel prima oplossing zijn. In Duitsland is in verhouding tot grond weinig vee, maar op dit moment mogen we de grens niet over met de mest. En zeker ook vanuit Brabant en zo, maar ook hier uit de kop van Limburg en zo. Ja, daar is het is maar 40, 50 kilometer. Van hieruit is het maar een kilometer, zeg maar. Een paar kilometer. Het zou best kunnen, maar ja, we mogen de grens niet over. Meneer Pastoor, is er een grens aan wat een pastoor mag en kan? Ja, een pastoor die staat natuurlijk in de kerk en de kerk heeft haar eigen regels en daardoor word je beperkt, maar misschien ook wel eens gestimuleerd om iets te doen. Mm-hmm. Nou ziet u dat u een groot aantal van uw onderdanen in hun bestaan bedreigd worden door het beroemde mestoverschot, het nitraatverdrag, waar ze aan moeten voldoen in 2003. Dan hebt u nogal een uitzonderlijke maatregel opgenomen. Nou, ik heb geen maatregel genomen. Ik kreeg op een gegeven moment een telefoontje van iemand van het NRC. En
Die vroeg mij, wat zouden de sociale gevolgen voor IJsselstein zijn? Mm-hmm. En ik denk, als in Nederland 6.000 boeren moeten verdwijnen, dan verdwijnen er hier in IJsselstein ook een heel stel. Ja. En aangezien de sociale gevolgen niet zozeer in de wet verwerkt zijn, mm-hmm. kan dat heel ingrijpende gevolgen hebben voor een gemeenschap als IJsselstein. En je hebt hier in het dorp allerlei toeleveringsbedrijven die in dienst van de landbouw staan. Neem de boerenbond, neem de smid, de timmerman, de bouwers. Mm-hmm. Het staat allemaal met elkaar in verbinding. En als op het ene gebied het wat slechter gaat, ja, dan leiden de anderen van mee. Ja. Hebt u ook hele concrete vragen gesteld aan de politiek? Nou, ik heb de minister dus, toen hij bij mij bezoek was, heb ik hem wel gevraagd van, wat gebeurt er nou met de mensen, hè? En hij probeerde aan te geven dat er een heel goed flankerend beleid is. Oh jee. En daar heb ik toch wel mijn vragen bij. Als je voor, altijd van, ja. Van dat als je voor 6.000 bedrijven die zouden moeten sluiten, een 600 miljoen had, daar hou je nog niet veel aan over. Dat lijkt me Want niet. Mensen hebben geïnvesteerd als ze moeten sluiten enzovoort. Ja. Moeten toch verder op hun manier. Ja. Wat zou er nou heel concreet volgens jou moeten gebeuren? Nou, ik denk dat heel concreet moet de minister met een goede opkoopronde weer. Want de maatschappij wil toch naartoe naar minder vee in Nederland. Ja. En als de minister nou maar eens financieel goede opkoopregelingen instelt. Minister Apotheker had heel goede opkoopregelingen in vooruitzicht. Ja. Waar ook de boerenstand mee vooruit komt. Ja. En dan op die manier saneren. Dus ja. Ook als de sector weer op gang komt, dan kunnen wij zelf ook rechten opkopen, want we zitten ook nog met varkensrechten op dit moment. Ja. En dan leg even uit wat varkensrechten zijn. Nou, minister Van Aartsen die heeft ieder bedrijf varkensrechten gegeven. Dus iedere plaats waar je een varken hebt liggen is een recht om een varken te houden. Ja. Of een zeug. Ja. En daar zijn dus onze varkensrechten en daar heeft een bepaald plafond. De rechten die je in 96 had, dat is jouw plafond. Ja, ja. En dan mag je niet boven komen. Nou ja, dat is dan misschien niet zo verkeerd. En die zijn verhandelbaar. Dus als iemand wil stoppen, kan een ander boer die rechten opkopen. Maar dan daar moet je voor betalen voor ja. Die rechten. Dat is niet zomaar. Alleen de rechter heeft ook daar stilgelegd. Want de minister die wilde dan 25% van die rechten sowieso afpakken. Wij moesten dus sowieso 25% van die rechten inleveren in 3 jaar tijd. Dat snap ik helemaal niet. Dus je koopt 1000 rechten. Ja. Daar betaal je voor, neem ik aan. Een vette prijs. Ja. Wacht even, ik word aangevallen door een beer. Daar betaal je een vette prijs voor. En dan moet je er, van wat je zelf hebt betaald, ja. 250 aan de minister geven. Ja. Waarom betaalt hij die niet? Prijs die gaat dus dan wel. Die wordt in verhouding natuurlijk naar die 750. Maar dat maakt nog niet zo heel veel uit. Nou, we zijn hier in IJsselstein, in het technische hart van de Boerenbond aldaar. Een coöperatie van 200 boeren. En hier op de Boerenbond, meneer Potten, wordt veevoer gemaakt in alle verschillende soorten en maten. Ja. Er dreigt een mestoverschot in Nederland, hè? Heb ik gehoord. Dreigt, is er in feite al. Ja. En er is al jaren. Alleen van bovenaf worden de regels die daar aan gesteld worden, hoe groot het nu is of hoe klein het nu is, en op welke manier aangepakt worden, dat wisselt nog eens ooit een keer. Zijn wij als land iets te veel een voorloper, denkt u? Want we hebben dat nitraatverdrag. Ja, ik denk dat wij af en toe wel eens het braafste jongetje van de klas willen zijn. Want als ik het goed begrijp, dan zijn er nog 12 landen in Nederland, in de EEG, die in feite hun zaken niet voor elkaar hebben. Hmm. En het lijkt erop dat wij weer het braafste jongetje van de klas willen zijn, dus met alle gevolgen van dien. Ja. En dan goed, dan mag minister Brinkhorst van mij gerust een heel goed rapportcijfer behalen. Wanneer dat ten koste gaat dan 6.000 boeren, dan vind ik dat dan toch wel een beetje te veel de grote opoffering om dat zo te realiseren. Met als gevolg dat we straks misschien moeten gaan importeren? Ja, dan gaan we straks misschien importeren uit landen die er nog niet aan die nitraatrichtlijn voldoen. Ja.
We hebben het zelf in het verleden gezien in de EEG richting melkvee. Er is ook een quotering gekomen. Nou, het heeft heel veel jaren geduurd voordat Italië zich eraan ging richten. Ja. En dan wil ik niet zeggen dat wij ook zo moeten zijn, maar ik bedoel, er moet enige speelruimte zijn. Ik bedoel, als je iets eist wat die kan, dan moet je het niet eisen. Je moet weten wat je vraagt en anders overvraag je jezelf. Ja. Is Nederland in veel opzichten weer het braafste jongetje van de klas? Wij lopen voorop en alles en het buitenland denkt, ja, kijk die Hollanders weer... Ja, maar wij zitten als Nederland natuurlijk wel met het probleem dat wij... een klein land zijn, ja. Maar toch een hoge veebezetting, waar zo in de laatste 30, 40 jaar gegroeid is. Mm-hmm. En daar zit in het buitenland natuurlijk niet. Het buitenland is veel groter en heeft in verhouding veel minder vee. Dus die durven gerust daar een heel strenge nitraatrichtlijn neer te leggen. Ja, precies. Ja. Dus ja. Dat is zo gegroeid door de jaren heen. Ja. God, Theo. Ja. Zijn er grenzen aan... aan het geduld van de boeren hier in de omgeving? Ja. Over het algemeen zijn boeren positief ingesteld. En er is een gezegde, als de boer niet meer klaagt en de pastoor niet meer vraagt, dan daagt het einde der tijden. Nou, het einde der tijden zal nog wel niet dagen. Maar nou, goed, door de hele gang van zaken, ik bedoel, ze hebben 2 jaar terug hebben ze de hele misère gehad rond de varkenspest. Mm-hmm. Een pest die toch in de ogen van veel boeren te voorkomen was geweest als die varkens tijdig geënt waren geworden. Dan hadden dus hun bedrijf niet leeg komen liggen. En goed, het wordt wel altijd gezegd, oh, die boer die heeft niks of veel verdiend. Ik kan u zeggen, hij heeft toch nog altijd een emotionele binding met wat hij iedere dag verzorgt. Ja. En waar moet het nou van hieruit naartoe? Gaat u door met op de barricade staan en aan de bel trekken? Nou, met de minister hebben we in ieder geval afgesproken dat hij nog een keer terugkomt. Dat ik een groep boeren die er direct bij betrokken zijn, dat ik die bij elkaar breng en daar wil hij mee praten. Mm-hmm. En ik denk ook dat die boeren zelf heel goed in staat zijn om hun argumenten aan de minister duidelijk te maken. Ik hoop dat hij ook wil luisteren. Ja, want wij zijn een van de grootste exporteurs op het gebied van boter, kaas en eieren, zou ik maar zeggen. Ja, dat zeggen ze, ja. En dat zou toch duiden op een enorme kapitaalsvernietiging ook, zodat we opeens allemaal in het buitenland moeten gaan kopen. Het is natuurlijk boter, kaas en eieren, dan zit je bij de kippen en de rundvoer, maar ook de hammen, hè? Ja, natuurlijk. Daar heeft Nederland de laatste jaren heel bekend voor gestaan. Alleen het is natuurlijk met die varkenspest. Toen heeft de rest van Europa ook kansen gezien en die zijn begonnen. Ja. En dat maakt de prijzen momenteel wat moeilijk. Heb jij een idee wat Nederland van plan is met veeboeren in het algemeen? Ja, ik denk dat ze een groot gedeelte weg willen hebben uit Nederland. Vanwege, in mijn visie is het vooral de grond die hier een groot tekort aan is. Ja. Ik denk dat dat voor de politiek de belangrijkste reden is. Ja. Onder het mom van milieuregels en welzijnsregels, wat er ook wel mee te maken heeft en ook wel nodig is. Mm-hmm. Maar niet in die mate, denk ik. Dat kunnen we ook technisch oplossen. Ja, we zijn wel heel ver mee. Alleen de politiek wil niet meewerken, want die willen de boeren weg hebben. Omdat ze grond willen hebben. Wat bedoel je met dat snap ik. Maar wat bedoel je nou met technisch oplossen? Dat je de mest op een andere manier... De mest bewerken in korrels en die... aanpassen aan de vraag van de akkerbouwers. Ja. Dus ook met mineralen en zo eronder. Dus daar kunnen ze best veel aan doen. Jij wil zeggen, het is mogelijk om aan de ene kant in een grote machine, zo stel ik me dat voor, om daar mest in te plempen. En aan de andere kant krijgen we er dan korrels uit. Ja, dat is het. Waar dus de schadelijke stoffen aan de mest ontrokken zijn. Ja, dat is mogelijk, ja. Als ik nou als leek iets zou kunnen verzinnen waardoor ik die mest omzet in korrels, bijvoorbeeld, in droge korrels, ja. En ik haal daar alle schadelijke stoffen uit, dan zou je zeggen, dan ben ik
Nou, in feite mest is in feite de welvaart hier in de Peel, dus Zuidoost-Brabant, Noord-Limburg, in feite voor een deel ontstaan doordat we dus meer dieren zijn genomen. We hebben de grond vruchtbaar kunnen maken. Door die vruchtbare grond groeien hier op dit moment op de akkers net zoveel als bijvoorbeeld in de polders. Ja. Dus mest is in feite een heel rijk iets. Ja. De welvaart is op de mestveld is in feite begonnen. Ja. Als er geen mest is, kan ik geen grond vruchtbaar maken. En als ik geen grond vruchtbaar kan maken, komt er geen eten. Dus is er geen leven. Ja. Dus als ik dat spul dus om zou kunnen zetten tegen een redelijke prijs in korrels. En de hele wereld schreeuwt aan voedsel, want die groeit niet iedere dag. Ik zou die kunnen omzetten in korrels. Dan zou ik, nou pak ik dus stikstof uit de lucht en ik pak er merkel voor, ga bergen af en maak kunstmest. Ja. In feite heb ik met dierlijke mest en korrels een veel beter product dan kunstmest. Ja. Dus dat, het wachten is op de oplossing in de hele. En dan is het probleem opgelost? Dan is het probleem opgelost. Bedoel, wij importeren grondstoffen uit het buitenland, dus ook van overzee. Maar op dit moment gebeurt dat dus vanuit onze streek gaan er weer kippenmest die gaat naar de Verenigde Arabische Emiraten en die wordt dan gebruikt om de woestijn vruchtbaar te maken. Nou, als ik daar een korreltje voor zou hebben, dan zou dat nog veel idealer zijn. Ja, ja. En daar zijn ze dus ook al volop mee bezig met die korrel, bug en verwerken. Mech hier. Oké, bedankt. Als dat middel uitgevonden zou worden, ik heb namelijk gehoord dat dat nu bestaat, dat het net geïntroduceerd is. Dan sla je de regering eigenlijk de argumenten uit handen om die boeren te dwingen aan die... Dat zou de oplossing zijn in feite van 100 jaar terug. Toen importeerden we vogelpoep uit Chili of er ergens, heette guano, om hier de grond vruchtbaar te maken. Waarom zouden we dan nou niet kunnen dat wij dierlijke mest en korreltjes over de zee wegbrengen om elders de grond vruchtbaar te maken? Ik bedoel, dan kunnen we ook een keer iets terug doen. Ja, precies. Zijn er dan boeren hier ook die overwegen om naar het buitenland te gaan? Ik bedoel, Evert van Bentum gaat naar Canada. Ja. U zit hier niet ver van de Duitsers. Nou, er zijn dus regelmatig mensen die dus zich gaan oriënteren om eventueel naar het buitenland te gaan. Alleen richting melkvee lukt op dit moment wel. Maar qua varkens en pluimveehouderij zit door de hele regelgeving. In feite weet niemand meer van wat heb ik nou nog? Wat mag ik als ik iets verkoop? Wat verkoop ik dan? Nou, en als je dus niet weet wat je precies kunt verkopen, dan gebeurt in feite geen transactie. Maar er zijn dus wel mensen die richting het buitenland gaan. Ja. Bent u desondanks redelijk optimistisch voor de toekomst? Wij blijven hier optimistisch, ja, want ik denk dat we gewoon een hele sterke uitgangspositie hier in deze regio hebben. Alleen moet ik gewoon nog even de schouwers onder die mestverwerking zetten. En ik hoop dat dan, wat u noemt, dat het dan eindelijk het gouden ei is voor onze regio. En dan zullen wij een van de eerste zijn die daar graag mee onze schouwers mee onderzetten. Om gewoon die zaak wat er opgebouwd is kunnen voortzetten.